Hallo, ik ben Arjan Tax. Vanaf jonge leeftijd werk ik al met frequenties en energieën, waar ik mijn levensmissie van heb gemaakt. Samen met Roosmarijn Evers, de cameravrouw, neem ik jullie mee naar bijzondere plekken. Vertel ik over mythische verhalen en deel ik mijn spirituele ervaringen van de locaties en de energieën die daar voelbaar zijn. Welkom bij Bijzondere Plekken. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Bijzondere Plekken. Vandaag zijn we op industrieterrein Hazeldonk, de grensovergang tussen Nederland en België. Vroeger was het één groot moerasgebied met een groot ven, genaamd het Zwartven. Nu rijden er auto's en vrachtwagens. Zullen er nog sporen zijn van de geschiedenis van die plek? We gaan het ontdekken. We zijn nu op een oud weilandje, nabij industrieterrein Hazeldonk. Dit zijn de plekken van de restanten van het Zwakven. Het Zwakven is op een gegeven moment drooggelegd. Dan hebben ze kleine weilandjes gemaakt met van die smalle slootjes. Hier zie je ze eigenlijk nog. Twee van die smalle slootjes naast elkaar lopen. Hier onder de bomen ligt ook nog zo'n sloot. En die slootjes die waren puur om het gebied droger te maken, zodat er koeien konden grazen, zodat ze hooi konden winnen. Maar ver voordat dit gebied ontgonnen werd, was het één groot water. Een paar honderd jaar geleden was hier één groot moerasgebied, het Zwartven. In het ven zouden de dwaallichtjes rondwalen, in het dialect ook wel stalkerskes genoemd. Ze zouden je meenemen het moerasgebied in en je zou er nooit meer levend vandaan komen. Dus vele mensen durven deze plek dan ook niet te bezoeken. Op een nacht liep er een man te voet van Meersel-de-Reef naar Rijsbergen. De man werd omringd door honderden dwaallichtjes en vroegen hem: help ons, we willen zo graag gedoopt worden. Help ons om ons te hemel te laten gaan. De man ging heel de nacht helpen de lichtjes te dopen. Tot vroeg in de ochtend de eerste zonnestralen het gebied weer tot licht brachten. De dwaallichtjes verdwenen. De man ging voldaan naar huis. Later zijn er weinig tot geen dwaallichtjes hier meer gezien. Zeker nadat de trambaan hier aan werd gelegd. En later het industrieterrein op deze plek. Wie weet, als je op een donkere avond door dit gebied heen wandelt, zul je misschien nog wel tegenkomen. De enkele dwaallichtjes die hier nog aanwezig zijn. Het spookdier. Ze zou hier bij het Zwartven regelmatig een veulen zonder hoofd gespot zijn. Een veulen zonder hoofd dat herinnert aan de offeringen aan Wodan, een Germaanse god. Het hoofd werd hoog in een boom geknoopt. Het lichaam verbrand. Te ere om deze god gerust te stellen. Een rijke oogst te gaan krijgen voor het volgende landbouwjaar. Wodan, ook wel woedende genoemd. Een woedende van de storm, god van de storm. Deze god zou met een leger van dode paarden door de hemel razen. Om vervolgens de oogst het volgende jaar rijkelijk te laten zijn. Dus de dode paarden, de dode veulens die geofferd werden, was voor zijn leger dode paarden. Dit is het verhaal van Wodan, een Germaanse god. Dit was hem dan weer, een aflevering van Bijzondere Plekken, deze keer op industriegebied Hazeldonk. Weet jij nou ook zo'n plek die wij zeker een keer moeten bezoeken? Laat ons weten.